Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Leeuwinnetal. Ik sta hier weer aan de rand van de velden van de KNVB voetbalkampen in Zeist. En ik ga zo meteen bellen met weer twee Leeuwinnen. De een belt in helemaal vanuit Spanje en de andere vanuit Zweden. Ze zijn BFF's, kamergenootjes en hebben werkelijk waar altijd de grootste lol. Ik bel zo meteen met Merel van Dongen en Loes Geurts. Hey, dames! Dit is toch leuk dat we op deze manier toch nog een Leeuwinnetal kunnen maken? Zeker! Ja, heel leuk! Briljante achtergrond, Merel. Waar ben je? Ja, nee, ik ben gewoon thuis. Maar ik dacht, doe deze achtergrond. Oppassend. Sweet memories. Loes, waar ben jij? Ik ben ook thuis. Waar is thuis? Nou, het is niet in New York, maar het is wel in Göteborg. Oftewel Jutteborg. Hoe zeg je dat? Jutteborg. Jutteborg. Merel, kan je dat ook uitspreken? Groteborg. Groteborg. Ik ben, jullie zien het al een beetje, met mijn caravan. Dit keer niet in Frankrijk natuurlijk, maar in Zeist. Jullie wel bekend. Maar die kinderen hier achter mij zijn dus gewoon op een voetbalkamp. Dus dat is echt heel erg leuk. Misschien hebben ze straks nog wel wat vragen voor jullie. Maar allereerst wil ik weten, Loes, ik heb gehoord, jij hebt een hersenschudding. Hoe gaat het nu met je? Het gaat best wel goed. Het gaat nog niet heel goed, maar... Wat is er gebeurd? Wat zeg je? Wat is er gebeurd? Ja, ik heb een schop tegen mijn hoofd gehad op de training. Ik dook naar een bal en ik had de bal. Maar de speelster die kon haar voet niet meer ergens anders kwijt dan op mijn hoofd. Dus dat ging niet zo goed. En dat is nu 2,5 maand geleden ongeveer. Het gaat wel de goede kant op. Ik sta een paar keer per week wel op het veld. Maar ik kan nog niet zo heel veel doen. Dus rustig aan en dan komt het wel weer goed. Maar doe het nog even, denk ik. Rustig aan, de tijd nemen hè, met hersenschuddingen. Dat is heel belangrijk. Ja, maar vervelend. Hey, Merel, jij hebt wel weer je eerste training ook gehad hè, bij Madrid. Ja. Hoe was dat? Ja, spannend natuurlijk altijd, een nieuw team en alles. Maar ik kan niet anders zeggen dat het echt super goed gaat en heel erg leuk is. En de meiden echt ontzettend aardig zijn. Dus heel goed. Goeie nieuwe voetbalmaatjes. Ja. Jullie zijn ook zeker weten maatjes. jullie hebben elkaar lang niet gezien. Missen jullie elkaar dan? Heel erg. Ja, heel erg. Ja? Ja, ik ga elke avond huilend naar bed. Snap ik. Maar even serieus, hoe lang hebben jullie elkaar nu niet gezien? Enig idee? Nou, ja, we hebben nog wel een keer op Instagram iets gedaan. Maar echt live hebben we elkaar inderdaad sinds maart niet gezien. Instagram live, toch? Ja, precies. Ja, precies. Hey, oké, jullie hebben elkaar lang niet gezien. Ik wil even weten of jullie nog een beetje soort van op de hoogte zijn van elkaar. Of jullie nog een beetje op één lijn liggen. Dus de eerste spelletje wat wij gaan spelen heet Wie van de Twee. Ik zeg zo meteen een stelling of een vraag. En jij moet antwoord geven met of je eigen naam of die van de ander. Wie van jullie maakt de meeste rommel op de kamer? 3, 2, 1. Merel. Oei, nou jullie zijn zeker weten eensgezind. Vertel Loes, Merel is een slordevos? Vos? Nee, helemaal niet eigenlijk. Alleen ik ben uiterst perfectionistisch en netjes. Oh. Dus dat is moeilijk te evenaren, denk ik. Dus Merel is niet slordig, maar wel minder netjes dan ik. En moet ik me dan voorstellen dat jouw schoenen gewoon netjes naast elkaar staan, op kleur gesorteerd, op maat, alles? Ja, zo is het inderdaad, ja. Merel, ben je daar gek van of valt het mee? Nee, helemaal niet. Ook veel liever Loes dan een enorme slodderpost hoor, op de kamer. Oh, gelukkig. Stelling nummer 2. Wie van jullie zou de beste spion zijn? 3, 2, 1. Loes. Oh, weer lekker op één lijn. Lekker meiden, heel goed. Nou Merel, vertel, waarom Loes? Ja, die heeft wel over detail. Omdat ze ook zo perfectionistisch is, ja, die kan wel echt, die heeft dat echt allemaal hartstikke goed door. Ze heeft ook heel veel door in het team. Ik hoor je. Jij weet altijd alles, Loes? Nee, ik weet niet alles, maar ik zie wel veel. Ja, ik ben wel. Ik hou van observeren, dus ik heb wel veel in de gaten, maar. Ik weet niet alle geheimen, zeker niet van de jongere meiden, maar ik zie wel. Ik kijk heel nauw naar het gedrag en de lichaamstaal van mensen, dus ik heb wel dingen door, ja. Dus als we dan een tegenstander hebben binnenkort, dan ben jij de spion die erop af wordt gestuurd om eens even...
Dat zou zeker kunnen, ja. De allerlaatste vraag. Ik ben benieuwd of jullie deze ook allebei hetzelfde beantwoorden. Wie van jullie zou het beste kunnen overleven in de jungle? 3, 2, 1. Merel. Oh, toch niet? Nee! Oh, dit is echt heel moeilijk. Nee, jongens, heel makkelijk. Loef, die woont al in een soort van jungle. In de Zweedse bossen. In Göteborg. Ja, die woont ergens waar herten wonen en ze kan gewoon jagen. Of zou willen overleven ze het. Dus eigenlijk, ja, het is iets anders dan een jungle. Maar ik ben echt. Ik kom uit Amsterdam en ik zou nog niet eens weten waar ik moest beginnen in de jungle. Ja, maar ik ben echt wel. Muggen en ratten en al dat ze. En mijn eigen eten zoeken? Ik weet het niet hoor. Nee, en Loes eet ook meer dan ik. Dus die zou van de honger al omkomen. Oké, dus we kunnen stellen, eigenlijk geen van beiden echt een hele erge jungle persoon? Nee. Nee, en eigenlijk hadden jullie dus ook allebei wel een soort van goed, toch? Dat denk ik wel. Oké. Ik pak er even iets anders bij. Namelijk hebben wij met de redactie gezocht naar foto's van jullie. En ik wil heel erg graag daar eens even het verhaal achter horen. Hier komt foto nummer 1. Ik heb namelijk gehoord dat jullie aardig kunnen lachen met elkaar. Oh, jeetje. Kunnen we ook het over even over de onderkin hebben? Waarom lach je hier, Loes? Weet je het nog? Ja, ik weet het nog wel, ja. Om de onderkin. Ja. Hoe zit dat met jullie humor, jongens? Ja, we hebben wel dezelfde humor. Wat is dat dan precies? Merel, neem jij het even open? Nou, het is gewoon heel droog en schunnig. Schunnig? Zou ik het willen noemen. Schunnig, mooi hoor. Ja, maar we houden ook van taalgrapjes, hè? Om het schunnig even... Oh, ja. Weer even... We houden ook van taalgrapjes, ja. Oké, we gaan door naar foto nummer 2. Ja, Merel, vertel. Ja, dat ben ik. Oh. Deze niet zo lang geleden. Zonder onderkin, maar vertel. Ja, nee, ik heb de transfer gemaakt naar Atletico Madrid deze zomer. En dit was mijn, toen ik gepresenteerd werd eigenlijk als speelster van Atletico Madrid. Dus het was een heel mooi moment voor mij. Niet zo lang geleden kon ik eindelijk van de daken schreeuwen dat ik... En hoe doe je dat van de daken schreeuwen als je dat in het Spaans moet doen? Niet schreeuwen van... Hola. Hola Madrid of hola Atleti. Hey Loes, jij kan ook een aardig woordje Spaans. Sí, claro. Ik kan niet echt goed spreken, maar ik versta wel een hoop. Dus Merel kan niet op de kamer zomaar met een vriendin over mij gaan praten. Maar omdat mijn vriend is half Spaans. Dus ik heb daarom geprobeerd in ieder geval om de basics wel, om het niet te krijgen. Beide een partner met Spaans praten. Dus krijg je een beetje les van Merel dan wel op de kamer soms? Nou, soms wel, ja. Oké, heel goed. Maar jij kan een andere taal nog veel beter, namelijk Zweeds, lijkt mij. Ja. Ja? Mm-hmm. Daar verstaan wij denk ik geen klap van. Kun je daarin eens kijken of wij eruit komen, Merel? Nee, ja. Dit woord wil niet komen te verstaan, hoor. Ja, die wist ik wel, hè? Dit is niet te verstaan. Nou, iets met niet... Inderdaad, zoiets, toch? Dat zei je. Ja, ik zei, wat moet ik zeggen... dat is wel moeilijk, want jullie verstaan het toch niet. Ah, nou, we zaten redelijk goed. Ja, dat valt nog mee, hè? Is dat goed, heel goed. We gaan naar foto 3. Komt-ie. Kijk goed. Ik zie je dan maar lachen. Ja, wie gaf je les, is de vraag. Niemand. Even voor de fans, wat gebeurde hier? Wat zien we? Ja, dat is mijn fantastische, professioneel uitgevoerde golfswing. Merel, ik en Stephanie gingen tijdens het WK even op onze vrije middag, geloof ik, even een paar balletjes slaan. Maar dat is denk ik de tweede of de derde keer geweest in mijn hele leven, dus ik kon er niet veel van. Het was hilarisch, want daarna werd er ook, weet ik nog, op de NOS besproken. Ja. Hij wel mocht, of dat wel verstandig was van ons, dat wij gingen golfen op onze vrije middag. Dus dat gaf ons weer een beetje stress van, oh, hebben we nu iets gedaan wat misschien niet goed is? Maar we hadden helemaal nergens last van. En we wonnen de halve finale tegen Zweden, dus dat is prima. Precies, dat is, jullie hebben het gewoon goed gemaakt sowieso. Hey, jullie zagen net hier de kinderen gewoon achter mij langslopen, hè, met het voetballend. Zij hebben ook wel wat vragen voor jullie. Allereerst wil Sebas iets van jullie weten. Luister met me mee.
Ik ben Sebastian, ik ben 9 jaar en ik kom uit Zeist. Als je één dag iemand anders mocht zijn, wie zou je dan willen zijn? Ik zou wel een keertje Beyoncé willen zijn tijdens een concert. Oeh, snap ik. Maar als je kan zingen, dat lijkt me zo vet als je echt helemaal die show kan stelen. Zo. Oké, en jij Loes? Ik zou denk ik een dagje Lucia Rijker willen zijn. En het lijkt me heel gaaf om te kunnen, om haar, ja, hoe zij in het leven staat en hoe zij tegen dingen aankijkt, vind ik echt heel mooi en interessant. Dus dan zou ik een dagje op Dream School met die kids willen praten. Want even voor de mensen thuis die dat niet weten wie Lucia Rijker is, wie is het? Leg even uit nog. Ja, het is een bokslegende. Precies. En nu ook een soort mental coach. Ja. Doet ze heel erg goed, doet ze heel erg goed. We hebben nog een vraag van iemand. Luister mee. Ik ben Emma, ik ben 16 jaar, ik kom uit Alphen aan de Rijn. En mijn vraag is, wie van de Oranje Leeuwinnen kan er het slechtste zingen? Oeh, jeetje, dat moeilijk. Sherida, denk ik. Waarom Sherida? Oh ja, Sherida kan niet zo goed zingen. Subtiel. Weet wel, er zullen ook vast meiden die zijn die helemaal nooit zingen. Dus ik waardeer dat wel. En dan heb je nooit zingen, hebben we het dan over in de kleedkamer of het Wilhelmus? Of waar hebben we het dan over? Nou, of allebei? In de kleedkamer ook wel, ja. En het Wilhelmus, ja. Zingen jullie mee met het Wilhelmus? Ja, zeker. Hardop, volle borst? Ja, absoluut. Ja. Okay. Het klinkt voor geen meter, maar dat maakt niet uit. Als we maar zingen. Juist. Heel goed. Nou, graag bij ons zijn. Dat is waar. Meiden, luister goed. We zijn alweer bijna aan het einde van deze aflevering. Het gaat supersnel. Het is jammer, ik weet het. Ik weet het. Ik wil wel nog eventjes een beetje vooruitblikken. We hebben het... Daar gaan ze weer, die kinderen, zo leuk. We hebben natuurlijk een paar maanden stilgezeten vanwege corona, dus we hebben tijd om na te denken. Waar ben je als goede voornemen op uitgekomen? Wat ga je anders doen? Waar wil jij werken? Ik ga niet zo heel veel anders doen. Ik ga vooral proberen fit te worden. En daar heb ik veel geduld voor nodig. En dat gaat goed. Dus ik wil graag fit worden en zorgen dat ik de volgende trip van Nederlands Elftal erbij kan zijn. Wij duimen allemaal met je mee, Do. Duimen. Dankjewel. Heel erg. Zeker, heel erg, ja. Merel, jij? Mijn voornemen is om er nog een schepje komen. Dus, en hoe doe je dat? Ik ben nu 27, ik kan nog beter. Dus ik ga nog harder werken. Hey, dan zijn we toch echt gekomen aan het einde van deze aflevering. En ik wil heel erg graag even met jullie kijken naar wie mijn volgende twee gasten worden in Leeuwinnen Talk. Kijk of jullie kunnen ontcijferen wie dat worden. Lize Kop en Ashley Weerden. Boom! Jullie hebben het helemaal goed. Kijk eens. Helemaal goed, meiden. Goed. Nou, dat zijn dus de twee volgende gasten. Zijn er nog dingen die ik moet weten? Ja, Lize Kop is volgens mij met de camper op vakantie geweest. Dus dat is wel leuk misschien. Oh, dat kunnen we even kijken hoe dat is geweest. En Ashley heeft natuurlijk een mooie transfer naar Montpellier te pakken. Ik ga ze onthouden, deze twee vragen. Ik wil jullie onwijs bedanken voor deze Skype Leeuwinnen Talk sessie. Onwijs bedankt en heel erg veel succes dit seizoen. Dankjewel. Loes, dankjewel. Rustig aan. En we zien je graag weer. Yes? Oké. Dankjewel. Doeg. Doei. Doei.